la 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 la. Ja, zo wat denken, waar zijn we nou toch weer aan beland? Maar hier is Theo weer trouwens. En ik ben gezellig met mijn dochters op stap. Een lekkere vader-dochterdagje, zeg maar. We zijn lekker aan het wandelen. En ze hadden ook gezegd dat ze nog een verrassing voor me hadden. Dus ik zie daar het café staan wat verderop. Dus dat zal het wel zijn, denk ik. Dames, gaan we die kant op? Nee. Wat dan? Wat is het? Het is een tierenshoeve. Een tierenshoeve? Wat is dat voor iets? Een paardenstoeterij. Een paardenstoeterij? Nou, geloof je dat ik daar zo blij van hoor. Als ik jullie erg vind, dan ga ik door naar het café. Dan ga je jezelf wel lekker vermaken, hè, dames. Nee. Ik geloof niet dat ik hier zoveel zin in heb eigenlijk. Maar dan ga je je vader echt niet blij mee maken, hè. Dat jullie mij hier gaan zetten bij die paarden. Absoluut niet. Ik heb hier echt helemaal geen zin in. Dames, ik heb hier echt helemaal totaal geen zin in om hier bij... Oh, wat stinkt hier over? Ik had eigenlijk gewoon veel in dat café gegaan. Dames, kunnen jullie hier niet beter gewoon lekker vermaken? Ik heb er echt helemaal geen zin in. Hallo. Goeiedag. Hallo. Ik ben Theo. Oh, hallo Theo. En dit zijn mijn dochters. Hoi. Hallo. Geef eens een handje, zo heb ik je opgevoed. Goed. Ja. Ja, ik liep hier eigenlijk rond in de straat en de meiden hadden een verrassing voor mijn petto. Maar ik had niet gedacht dat ik nou bij de paden terecht zou komen. Waar zijn we nou eigenlijk precies? Je bent bij Tierenshoeven in Zeggen natuurlijk. Oké. Okay. En ja, paarden. Maar dat is wel leuk. Paarden is leuk. Je bent een liefhebber van paarden, hè? Wij zijn paardenliefhebbers. Toch, dames? Oh. Jullie dachten voor papa een leuke verrassing. Paardenlief. Oh, hoe is dat zo gekomen, die liefde voor paarden? Vroeger veel paarden ook vlees gegeten ofzo? Of, Nee. We eten geen paarden. Dat doen we niet. Oh, oké. Okay. Ja, die liefde moet al echt vandaan komen, lijkt mij. Daarom. Nee, wij zijn paarden vroeger. Het is de dames paardengek. En dan groeit het uit. Oh, je hebt je paardrijk leren laan, zie ik. Ja. Oké, nou dames, veel plezier en ik ga lekker naar het café hier verderop en... Nee, we blijven gewoon hier. Ja. Wat is dan de bedoeling dan? We gaan eerst nog de paarden poetsen. Paarden poetsen? Ja. Moet je er ook nog wat doen? Ja. Oké, nou ja. Ik zal wel meedoen. Ik zal wel op een goede vaderhart strijken. Is dat iets te doen dan ofzo? Ja. Theo, dit is onze zadelkamer en hier liggen de spulletjes. Dus ja. Die hebben we nodig. Hinte, wil jij even de kast van Sterren aanwijzen? Oh, ja. Is dat je dochter? Ja. Die moet maar jongen, eerder zou het gedaan, hè? Ja. En wat zit hier in die kast dan? Wat ik heb ook totaal een bal op de stap van die dingen. Wat is dit dan allemaal? Dit lijkt wel een beetje bezweken, maar wat is dit? Nou, dat noemen we een hoofdstel, Theo. Ja. Dat heeft hij aan om zijn hoofd. Daarmee kun je gaan sturen. Oh, oké. Ja. Ah, dat is toch dierenmishandelen. Je gaat toch een paard, dan ga je toch niet slaan? Nou, u weet dat we gebruiken niet voor een paard, maar ook voor mensen die hier doorwerken wil die wel eens handig zijn hoor, dus... Oké. En waar heb je er nog meer voor nodig? Het zadel. Het zadel, waar kan ik dat vinden dan? Zoek maar. Ja hoor, dit is geen zadel, ook belangrijk hè, met paardrijden toch? Of, Dat is geen zadel. Nee, dat begrijp je, wat is een helm? Nee, dat noem je natuurlijk helemaal geen helm, hè? Is dat geen helm? Een cap. Oh, ja, een cap. Een paardrijker. Ah, ja. Dit is dan voor een deel bij het zadel ofzo? Of, ja. Ja, dat hoort ook maar. En dit ook? Ja. Ja, inderdaad, dat noemen we een zadeldekje. En dit is dan het zadel uit of zo. Poetskoffer! Ja, een poetskoffer hebben we nodig, anders kunnen we niet poetsen. Wat is voor de paard de lippenstifter ofzo? Of, Nee. Ben ik nou even leren? Voor wat? Het paard schoon te maken. Jullie denken niet dat ik het paard schoon ga maken, hè? Jawel. Ja, hoort allemaal bij Theo. Je moet eerst poetsen voordat je kunt rijden. Mama! Klaar met worstelen? Ja, ik denk het wel. Nou, het ziet er netjes uit. Dan kunnen we gaan opzadelen. Dankjewel. Voor jou ook nog een hele mooie cap. Dat past vast wel. Kun je dan opzetten als je gaat paardrijden. Hij moet hem wel goed voor. Zo. Maak hem zo meteen wel een stukje groter. Komt goed zo. Zo. Ja. Sta ik voor lul of sta ik voor lul? Het van dan.
staan er opeens niet te scheet, man. Nou, ja. Theo, de dames gaan lekker aan het paardrijden. Voordat jij kunt paardrijden, heb ik natuurlijk eerst nog wel wat andere klusjes in de stal die je moet doen, want daar hoort er ook bij. Oké. Okay. Ja? Nou, het zal wel weer duwen. Veel plezier, dames. En doorwerken. Hey, rustig aan, hè. Zo heb ik je niet opgevoed. Nou, het lijkt op een keer de wereld wel, joh. Wat een vuiligheid, zeg, wat een smerigheid. Nou, dit was ook de eerste en de laatste keer gebruikt dat ik hier geweest ben. Dan snappen jullie ook wel, hè. Heel goed, Theo. Ik ga even terug naar je meiden om te kijken of alles goed gaat. Ik hoor het wel wanneer het klaar is. Ja. Oké. Okay. Is ze weg? Mooi. Goed. Daar werk ik ook van door. Nee. Je moet doorwerken. Nooit van mijn leven gedaan. Dit gaat nog wel goed, neem ik aan, hè? Ja hoor. Ja. Alles de dingen. Wie voert hier in deze partij over? Ja? Ja. En dan? En dan? Overheen met je buik hierop en dan je benen overheen. Die kan ik wel vasthouden. Ja. Goed zo. Ja, goed zo. Je blijft wel bij me in mijn kamer, hè? Goed omhoog, dan zit je weg. Zo, ja. Kom, kan ik aan de kant staan? Ja. En nou? Nou moet je vooruit natuurlijk. Pa. Ah, kijk, mijn kinderen moeten hem aan. Dat vind ik wel heel fijn dat ze dat doen. Oh, they're disapproving. Keep them doggies moving road. Don't try to understand them. Just rope and throw and brand them. Kom op, niet! Rustig maar! Oh. Rustig maar! Oh! Oh, wat heb je nou gedaan? Ja, ik leg de zon. Nou, goed. In mijn rug. Bel een ambulance! Nou, doe maar rustig. Laat maar even liggen. Kom maar, ik breng eerst het paard even naar stal. Ja? Ja. Kom. Wij maar af gaan sluiten. Dit was typisch Theo. Tot de volgende keer. Papa, jij kunt echt mooi doen.